Daily Minutes nummer 1464 met een uitzending van vandaag, 9 november 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. Gisteren geen uitzending vanwege griepachtige verschijnselen al meerdere dagen. Vandaag ook alleen maar heel kort. Het ene moment gaat het best goed, het andere moment niet, zoals het met de griep vaak gaat. Ik ben absoluut niet super ziek, maar ik had de afgelopen dagen wel steeds flink hoofdpijn. Die hoofdpijn die is gelukkig over, maar ik heb vooral zowat geen energie. Zodra ik wat doe, dan ben ik direct doodmoe. Ik moest gisteren ergens naartoe en dat was eigenlijk maar een wandeling van 5 minuten. En ik had de grootste moeite om er te komen. Het was net of ik tegen een berg opliep. Maar ja, vanochtend ging het dus heel goed. En gisteren was het ook een hele tijd dat het heel goed ging. Helaas vanmiddag kwam er weer een soort grijze waas opzetten waarbij het een heel stuk minder ging. Ja, het zal vast wel snel weer overgaan. De lange uitzending van 10:30 vanavond op vrijdagavond, die komt helaas ook te vervallen. Ik heb er echt de energie niet voor. Wat wel doorgaat is Slow Scan Radio op het nieuwe tijdstip. Slow Scan Radio is vanaf morgen zaterdag om 1400 uur lokale tijd. Dat is in ieder geval zo tijdens het winterseizoen. Maar misschien dat ik het ook gedurende de zomer handhaaf. Moeten we even kijken hoe de propagatie dan is. Als test zit ik morgen op 2 frequenties. Net als woensdag 60-70 kHz. Dat is de gebruikelijke frequentie. En op 7440. Ik verwacht dat het signaal overdag tamelijk goed doorkomt overal in Nederland. De uitzending is een herhaling van afgelopen woensdag. Maar woensdag is de uitzending dan ook in Nederland vrijwel nergens te horen geweest. Morgen dus om 1400 uur lokale tijd, 1300 uur UTC, Slow Scan Radio op 6070 en op 7440 kHz. Als je twijfelt aan het tijdstip, dan kun je kijken op channel 292.de, channel 292.delta echo. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.